Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 24 juni en ik moet zo meteen naar werk toe. Het wordt deze week echt prachtig weer en wij hebben gisteren ook de balkonset op het balkon gezet. En ik heb lekker een jurk aan, dus helemaal leuk. En ik heb dus voor het eerst open schoenen aan naar werk. Volgens mij voor het eerst. Want ja, normaal draag ik dus altijd onder jurkjes dan met Dr. Martens of zo, maar dan is het alsnog super warm. Dus ik heb nu deze sandaaltjes gekocht. Moet er heel erg aan wennen, maar ik vind het wel leuk. Maar als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Ik ben eventjes mijn lunch aan het pakken en even mijn spelletjes klaarzetten. Ik doe altijd op zondag ook mijn broodtrommel en alles in de vaatwasser. Dat kan ik dus schoon beginnen. En ik heb gisteren dus ook alles schoongemaakt. Dus helemaal een goed gevoel. Dus jullie zien mij zo op werk. Over 3 weken begint gewoon de zomervakantie. We gaan vandaag weer aan de musical oefenen, want... ja, het zijn ongeveer de laatste weken en over 2 weken hebben we gewoon al de musical. Het is echt bizar. Vorige week hebben we hem 1 keer helemaal gedaan en dat ging eigenlijk wel heel erg goed. Dus ik heb er wel heel veel vertrouwen in, maar we moeten wel echt nog heel erg de puntjes op de i zetten. Laten we het zeg maar noemen. Dus ja. Ik ben nu nog even... wow, over 20 minuten komen pas de kinderen. Misschien ga ik dan toch eventjes een klein beetje ontbijten. Ik stond te wachten voor het stationsgebouw. Schrijf op stationsgebouw. Stationsgebouw. Wie weet nog de regel dat als je bijvoorbeeld het had over een stof. Bijvoorbeeld houten of wollen of donzen. Hoe schreef je dat ook alweer? Bijvoorbeeld een houten tafel. Met een ende. Ja. Ik slaap onder een donzen dekbed. Schrijf maar op donzen. Aan het recept moest ik nog een beetje basterdsuiker toevoegen. Schrijf op basterdsuiker. Oké, het is echt zo'n troep. Ik word niet goed. De kinderen zijn naar huis. Ik moet nog het bord doen en het is al 5 uur. Ik ga nu heel snel dit opruimen en dan naar huis toe. Van werk en ik heb gelijk maar eventjes boodschappen gedaan. Ik had er echt totaal geen zin in, maar dan doe ik altijd boodschappen even voor een paar dagen. Dus dat heb ik nu gedaan. En ik heb net de puisten zitten uitknijpen op mijn kin. Dus die zie je nu helemaal zitten. Maar gisteren hebben wij dus een nieuwe balkonset gekocht en het wordt dus deze hele week 30 graden. Dus ik heb de kussens wel even binnengelegd. Maar ja, de balkonset staat erachter. Ik wil dat eigenlijk nu gaan schoonmaken. Maar ik heb echt geen zin. En ik ga zo sporten. Dus ik ga liever nu even de boodschappen eruit halen. En eventjes wat eten voordat ik ga sporten. Ik weet niet of jullie het leuk vinden om te zien. Maar ik laat eventjes zien wat ik heb gekocht. En dat. Ik heb ook nog... ook even wat dingen weggooien die al veel te lang hierin liggen. In ieder geval... ik zal wel een beetje in de tas filmen wat ik heb gekocht. In ieder geval haal ik altijd vers pakketten. En ik heb een beetje kwark en eieren en dat soort dingen. Niet heel bijzonder. Oké, good morning. Het is vandaag dinsdag. Ik ging dus net met de fiets naar school. Was mijn accu leeg na 1 minuut. Dus ik was helemaal bezweet. Ik heb letterlijk een kwartier zonder accu moeten fietsen. En dan is het extra zwaar natuurlijk. Ik heb even lekker alle ramen opengezet. Want ik heb het zo heet. En ik heb vandaag dit jurkje aan. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En vandaag... ja. Wat heb ik vandaag allemaal? Oh ja. Nou. Ik ga dit eventjes allemaal klaarzetten. Nou, het is nog niet na schooltijd. Maar de kinderen zijn naar de gym. En wij gaan samen even het doek verven. Ja. Helemaal zin in. We hebben dus het doek voor decor. En de kinderen zijn er wel aan begonnen.
Maar een meisje uit mijn klas blijft nu hier op school. Dus we gaan samen even verven. Helemaal gezellig. Oké. Okay. Sapverf. Ja, kan je nog wel gebruiken. Is van gisteren. Oké, kijk. Het decor ziet er nu uit. We doen nu eerst de achtergrond. Het is dus van de kringloopwinkel. Want we hebben de musical zo goed als nieuw. En zo ziet het eruit. Maar we doen dus eerst de hele achtergrond. En dan pas de lijntjes. Maar het ziet er nu wel... Ik vind het wel leuk dat we roze hebben gedaan als achtergrond. Lekker mengen. Ja, ja. Nou, ik ben eindelijk een beetje vroeg thuis van werk. Ik heb nog begin het decordoek schilderen. Volgens mij had ik een stukje gefilmd. En na school had ik nog wat overdrachten met de middelbare school. Want de kinderen gaan natuurlijk na de vakantie allemaal naar de middelbare school toe. En wij doen dan als school dat je even een kort overleg doet met de nieuwe leerkracht. Van wie is het nieuwe kind? Nou, en ik ben dus een beetje op tijd. En Nederland speelt straks. En we hebben natuurlijk een nieuwe balkonset. Dus ik dacht, daar ga ik lekker gebruik van maken. Ik ga eventjes mijn laptop opladen. Zodat ik straks gelijk eventjes... wat wil ik nou zeggen? Zodat ik straks voetbal kan kijken op het balkon. Dat vind ik wel heel erg leuk. En dan ga ik nu gewoon even lekker nog chillen in de zon. Nou ja, eigenlijk wat heel chill is. Ons balkon heeft tot 5 uur zon. Dus nu is het nog wel lekker warm. Maar zit je niet midden in de zon. Dus ik ga lekker even chillen. Nou, ik ga heerlijk hier even liggen. En lekker op mijn telefoon. Helemaal zin in. Lekker limonade erbij. Good morning. Het is vandaag woensdag. Ik heb net even lekker gedoucht. Dus ik heb mijn haar ook even gewassen. Eigenlijk doe ik dat altijd op woensdagochtend en op zaterdagochtend. Dan heb ik er gewoon de meeste tijd voor. Of nou ja, dan maak ik er tijd voor. Dus ik heb even mijn haar gewassen. En ik ga nu even mijn make-up doen. Die heeft ook dat zijn hoofd echt gewoon niet bruin wordt. Het is echt bizar. Mijn lichaam wordt altijd heel snel bruin. Dus mijn kleur er ook wel een beetje af. Maar het lijkt dan gewoon op mijn hoofd. Gewoon geen pigment heeft of zo. En dat het gewoon niet pakt. Maar ja. Ik heb liever dat mijn hoofd niet bruin wordt. Want daar kan je best wel makkelijk zelf bruiner op smeren. Dus dat heb ik gisteren ook gedaan. Maar dat was niet echt gelukt. Een beetje te weinig. Ik moet zo meteen natuurlijk werken. En dat zijn gewoon de laatste 3 weken. Ik besef het gewoon niet helemaal. Dat ik gewoon nog 3 weken en dan heb ik zomervakantie. Echt niet normaal. En in deze 3 weken gaan we dus ook nog echt heel veel doen. We hebben volgende week een soort spelletjesmiddag. We gaan, we hebben natuurlijk de musical die we aan het oefenen zijn. Volgende week gaan we de musical, nou eigenlijk vrijdag gaan we het al helemaal een paar keer oefenen. En nou ja, de dansjes en de liedjes hebben ze gedaan. Maar we hebben ook nog activiteiten die we gaan doen. Dus het zit echt nog best wel vol. En het is natuurlijk deze week echt 30 graden. Dus de kinderen zijn ook niet meer zo heel gemotiveerd. Wat ik ook natuurlijk begrijp. Want ze zijn er gewoon een beetje klaar mee. En dat snap ik. Dus ja, niet heel erg. Maar ik moet ze wel de hele dag doorkrijgen. Soms vind ik dat een beetje lastig. En na de zomervakantie krijg ik dus weer groep 8. Ik heb het al in een vlog verteld. Maar voor als je die video nog niet hebt gezien. Ik krijg dus volgend jaar weer groep 8. En ik deed dus vorig jaar groep 6. Dus ik krijg volgend jaar gewoon weer mijn oude klas. Dus dat is wel super fijn. En ik heb gewoon alles van dit jaar een beetje geprobeerd te bewaren. Zodat ik volgend jaar minder werk heb. En dat is dus ook de eerste keer dat ik een klas dubbel ga doen. Dus ik hoop dat dat voor mij heel fijn gaat worden. Dat ik gewoon dingen herken en dat ik denk, oh ja, dit heb ik al een keertje gehad. Want in groep 6 heb ik dat natuurlijk niet gehad. Toen was alles nieuw en dit jaar was ook alles nieuw. Dus ik hoop gewoon dat dat volgend jaar heel veel voordeel oplevert. En ik heb nu weer lekker een jurk aan, want het wordt vandaag ook 30 graden. En dat eigenlijk. En ik heb dus vlogs allemaal bewerkt. Eigenlijk de laatste tijd heb ik elke week in ieder geval 1 video geplaatst. En soms ook 2. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. En ik probeer dus op TikTok soms wel 2 of 3 TikToks te plaatsen. En Instagram. Ja, ik vind Instagram zelf niet super leuk. Maar ik dacht misschien ga ik daar ook mijn juffen inspiratie en zo op delen.
Dus ik ben helemaal weer bezig met mijn social media. En dat wil ik volgend jaar ook echt het hele jaar doorzetten. Alleen ik werk gewoon in de winter, heb ik daar veel minder zin in. Lijkt ik nu zo wit? Ja. Maakt niet uit. Gisteren heb ik nog even voetbal gekeken. Nederland, die heeft verloren van Oostenrijk. En ik heb lekker op een balkon gekeken, want dat kan nu eindelijk. Lekker op een balkon liggen. Nou, ik ga even make-up afmaken en dan ga ik richting werk toe. Want er zijn nog genoeg dingen die ik moet doen. Ga ik nu even lekker een filmpje kijken. Nou, de kinderen zijn weer naar huis toe. En ze zijn bezig geweest met het decor maken voor de musical. Ik zal even een paar dingen laten zien. Het is nog niet af. Maar wij hebben dus een musical over een kringloopwinkel. En ze hebben dus flyers gemaakt. Die zien er echt super leuk uit. Die moeten wel nog even groot geprint worden. Dit is het rode schilderij. Heel cute. Very cute. En hier gaan ze dus een telefoonstandaard van maken. Er komt dan een telefoon op. En dit is een DigiPlu. Want we hebben dus een soort Gadget Kings die allemaal, ja, hoe zeg je dat, allemaal nieuwe dingen hebben. En dit wordt een mystery box, dus die is nog niet helemaal af. En hier had ik volgens mij al een keer verteld, maar hier heb ik dus een lijst. En hierin liggen dus alle spullen van de musical, zodat alles bij elkaar ligt. Dus dat is een beetje wat ze tot nu toe hebben gemaakt. En ik ga nu eventjes mijn bureau opruimen en aan de rapporten werken, want die krijgen ze de laatste schooldag mee naar huis. En ik had dus nog een leuk knutselideetje. En dat kan je eigenlijk in elke groep doen. Ik heb dus foto's geprint van dit jaar. Oh ja. Ik schrok alleen. Ik dacht dat je een ouder was. Oh, ik heb best wel een leuk idee. Maar nou, jullie hebben daar geen tijd. Laat maar. Oké. Nee, ja, een knutselopdracht. Maar boeien. Nou, dus ze hebben dan een... Ja, ik dacht misschien vinden jullie dat zelf ook een leuk idee om te doen, maar... Met die muur? Nee, wat ik dus als idee heb, dat ze een ABC'tje gaan maken. Maar dan, ze krijgen dus een plaatje gewoon van dit jaar, mogen ze zelf kiezen. En dan op een blaadje, dan moeten ze van alle letters van het alfabet iets opschrijven wat ze dat jaar hebben gedaan. Of wat ze daarbij vinden, of wat ze daarbij vinden passen. Leuk. Best leuk idee. Dat vind ik heel leuk. Even als een soort laatste opdracht. Ja, ik dacht dan kan ik die in het rapport er nog even bij doen. Leuk toch? Ja. Maar ik ga even deze dan even zo snijden. En ik moet wat meer content maken, dus ik dacht... Ja, zit je hoog? Nou, ik zit niet hoog, maar ik film de laatste tijd gewoon heel weinig. En dat is wel leuk om te zien. Ik ben weer thuis. Ik had bij mijn vader even lekker gegeten. En het is nu bijna 8 uur. En over 2 minuten begint de Zara sale. En ik heb wat dingen in mijn winkelmandje. Het lukt me echt nooit. Het is altijd bij mij echt drama, want... Bij mij lukt, of ja, bij mij is altijd alles uitverkocht. Dus ik heb nu favorieten gemaakt en dingen in een winkelmandje gedaan. Dus ik ben heel benieuwd. Over 2 minuten. Nou, daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. Nou, volgens mij is alles al uitverkocht. Volgens mij is het me gelukt. Niet alles. Er waren wel dingen uitverkocht. Maar volgens mij zijn de meeste dingen gelukt. Nee, deze wil ik. Nou, letterlijk, ik snap dat dus nooit. Het is letterlijk 2 minuten geleden en alles is al uitverkocht. Hij zit letterlijk 1 minuut open. En dat heb ik dus altijd. Zo irritant. Good morning, het is vandaag alweer donderdag. Bijna weekend alweer. En ja, meestal ontbijt ik niet. Of ja, het wisselt heel erg. Soms doe ik ook een kwarkje op werk. Maar ik dacht... Ik ga gewoon even een shakey maken. Want ik had er zin in en ik had er eentje op TikTok gezien. Dus ik dacht, die ga ik eventjes maken. En vandaag de laatste echt super warme dag. Dus ik dacht, ik doe deze aan. Met een lange rok. Nou, helemaal leuk. Maar ik ga eerst even mijn shakey maken. Ik doe een beetje melk erin. Gewoon magere melk heb ik nu gedaan. En zo op. Gewoon een klein beetje. Ik doe een beetje diepvries fruit. En ik heb nu blauwe bessen. Die doe ik erin. Dan doe ik een klein beetje havermout erin.
En dan proteïnepoeder. Deze is van ESN, maar je kan ook een andere gebruiken. En dit is de smaak vanille. Die vind ik wel heel lekker. Dit is toch vanille? Ja. En kleine koekjes erin. Zo ziet hij er dan uit. En dan doe ik hem in mijn fles en ga ik naar werk. Doe je telefoon eens weg. Die heb je niet meer nodig vandaag. Zet je haar eens lekker zien. Dan stel ik je de... Gaan maken... is een ABC'tje. En een ABC'tje wordt ook wel eens gebruikt voor feestjes of een 21 diner of iets anders. Een ABC'tje is eigenlijk dat je van elke letter van het alfabet iets vertelt. Alleen deze keer gaan wij het doen van het jaar groep 8. Dus je krijgt van mij straks een gekleurd blad. Je mag zelf een kleur kiezen. En je krijgt van mij een foto die is gemaakt in groep 8. Je mag er zelf ook eentje kiezen. Ik heb bijvoorbeeld van het schoolkamp, van het kerstdiner, van het watergevecht. Allemaal verschillende foto's. Die foto plak je dan in het midden of een beetje erboven, wat je zelf leuk vindt. En je gaat met elke letter van het alfabet, ga je iets schrijven over het jaar. Maar dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Dus je denkt bijvoorbeeld de A. Nou, wat vind ik passen bij de A? En dan schrijf je dat op. Wat vind ik passen bij de B? Dus dan schrijf je dat op. Nou, ik zal een voorbeeld geven van een ABC'tje. Dit is bijvoorbeeld over de juf. Nou, dan heb je A van aandacht, de B van buitenspelen, de C van coach, de D van duizendpoot, de E van excursies. En zo ga je dus van alle letters van het alfabet, ga je dus een ABC'tje maken. Je kan die woorden gewoon verspreid doen over het vel. Dus het hoeft niet allemaal zo onder elkaar, dat mag wel. Je mag het helemaal zelf bedenken. Het is wel leuk om die eerste letter wat dikker of wat groter te maken. Dat het opvalt om welke letter het gaat. Bijna alle kinderen zijn weer naar huis. En wij zijn nog een klein beetje bezig met decor. Want morgen gaan we de hele musical doen. En we hebben dus weer aan het decor gewerkt. Dit wordt de telefoonstandaard. En we zijn hier nog even bezig met een bord. Dus die gaan we nog even afmaken. Dan moeten we alleen nog de check. Maar we moeten nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. Dus ja... En alle spulletjes hebben we nu in kratten gedaan. En we hebben posters gemaakt, dus alles is nu bijna af. Good morning. Het is vandaag vrijdag, bijna weekend. En ik heb deze hele leuke outfit aan van de Zara. Is dit topje. En straks, de kinderen zijn nu bij de gym, maar we gaan straks de hele musical oefenen. Dus ik ga nu even het decor opbouwen en ik dacht, misschien vinden jullie het leuk om te zien. Want we gaan vandaag dus voor het eerst echt alles oefenen. Dus ik ga het decor alvast klaarzetten. Zodat daar niet echt, ja, dat het gewoon helemaal goed komt. Dus dat ga ik nu doen. En ik dacht, ik neem jullie gewoon mee. Want misschien vinden jullie dat wel leuk om te zien. Alles staat hier in dozen. Dus dan kunnen ze het over in kratten en dan kunnen ze het gewoon makkelijk pakken. Nou, het staat klaar. Ik heb het niet gefilmd, maar we doen dus per kratje waar alles in zit. Oké, ik ben alweer thuis. Nou, alweer. Het is inmiddels 6 uur. En ik was dus samen even met mijn broertje naar de stad toe geweest. We hebben dus vandaag de hele musical geoefend. Het ging echt super goed. Maar volgende week is het dus al de laatste 2 keer. Want die week daarna hebben we al gewoon de eindmusical. Het is echt zo bizar snel gegaan. Maar al het decor is af en we hebben het dus vandaag 1 keer helemaal geoefend. En mijn groep heeft dus vanavond een afscheidsfeest waar ik straks nog even langs ga. En het thema is neon. Ik weet nog niet precies wat ik aan ga doen. Dus daarom, nou ik heb ook eigenlijk helemaal geen neon. Dus ik heb even dit gehaald. Dit zijn van die neon sticks. Ik dacht dan kan ik tenminste dit aan mijn outfit toevoegen. Kijk of ik dit kan openscheuren of dat ik dit open moet klippen. Nou, ik ben er weer. Maar we hebben dus zometeen een neonfeest en ik ga dus eventjes langs. Maar ik moet nog even kijken wat ik aan wil doen. En ik ga zo meteen eerst ook even eerst avond eten. Maar oh, volgens mij zitten er allemaal verschillende dingetjes in. Het valt er gelijk ook allemaal uit. Maar dit is om armbandjes te maken. En daarin zitten de stokjes. Nou, ik zal straks dus even kijken wat ik aan ga doen. Maar ik dacht, dan heb ik tenminste wel iets. En mijn broertje appte mij dus, want ja, deze week is natuurlijk de Zara sale. En ik had wel al best wel veel dingen online gekocht. Maar ja, hij appte mij en ik dacht,
ik ga wel eventjes mee. Dus ik heb een paar dingen gekocht, niet superveel. Als eerst heb ik iets voor mijn vriend gekocht. Ik hoop niet dat hij dit gaat kijken. Want het is voor zijn verjaardag, want hij is 10 juli jarig. Ik vond deze wel heel erg leuk en ook wel echt bij hem passen. Dus ik hoop dat hij het leuk vindt. Hij was nu in plaats van 46 euro, was hij nu 30 euro. Maar ik heb dus geen idee of dit zijn smaak is. Ik zal het prijskaartje even afhalen. Dus dat. Dan heb ik nog twee jasjes gekocht. Als eerste heb ik deze gekocht. Ik wilde altijd al zo'n jasje. Met van die gouden knopen. Ik dacht gewoon perfect voor werk. En deze was in plaats van 50 nu 32 euro. 33. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Daar hadden ze er ook nog echt heel erg veel van. En dan had ik nog iets anders. Wat ik normaal niet zo snel zou dragen. Maar ik dacht wel heel erg leuk voor in de herfst. Met een zwart hemdje. En dan deze. Met allemaal van die franjes eraan. Heel cute. Dus ik ben heel blij met die twee. Die was ook 30 euro. En dan heb ik nog stiften gekocht. Textielstiften. Maar deze die zijn voor werk. Want volgende week, nou over 2 weken is het afscheid van groep 8. En dan nemen ze een wit shirt mee naar school. En dan gaan ze aan op elkaars shirt schrijven. Dus die moet weer mee naar werk. Maar ik ga nu nog even chillen. En dan laat ik zo even zien wat ik aandoe. Nou, ik heb niks in het thema neon. Maar ik dacht, dit zijn wel felle kleuren. Dus ik doe gewoon dit aan. En ik dacht, dan doe ik misschien in mijn oorringen. Doe ik van die sticks. Ik weet niet of dat kan. Maar eventjes kijken. En dan neem ik gewoon een tasje mee. Doe ik er daar ook nog een paar omheen. Dan ben ik gewoon helemaal glow in the dark. Maar ik wil dus eigenlijk mijn roze. Maar ik weet niet of dat ertussen zit. Nee, alleen paars. Nee, dat maakt op zich ook niet heel veel uit. Dan doe ik die daar. En dan aan de andere kant doe ik dan ook zo'n glow in the dark ring. Zo, en dan doe ik ze daar nog eventjes aan. En dan dacht ik, en maak ik in ieder geval zo'n ook zo'n armbandje. En ik ga nu nog even een klein beetje groente eten. Want ik heb helemaal geen groente op vandaag. Ik heb weer de hele dag niks gefilmd, bedenk me nu. Nou, wij zijn vandaag naar de stad geweest. En ik dacht, ik laat even zien wat we hebben gekocht. En dan ga ik daarna de vlog editen. Want het is alweer zondagavond. Ook al heb ik niks gefilmd. Zullen we even laten zien wat we hebben gekocht? Zal ik hem even hier neerzetten? Ja? Begin jij met deze? Laat maar gewoon kort zien wat je wil. Baby blue blauwe broekje. Heerlijk voor in de zomer. Dan, oh ja, deze. Heel leuk. Ook nog een blauwe polootje. Heel leuk. Blauwe polletje, dat is voor de foto's natuurlijk op vakantie. Heerlijk. We gaan over 20 dagen op vakantie. Ik heb dit grijze basic topje van de H&M. Dat was 5 euro. Donkergrijs is die. En ik heb nog een wit basic shirt van H&M. Deze neem ik altijd. Dit is een maatje S. En deze was 10 euro. En bijna was een kleine shirtje ook 10 euro. Ik zat weer eens niet op te letten. Oh ja, deze die is heel leuk van de H&M. Zo'n leuke setje, groen. Lila groen setje van de H&M. Lila groen. Is toch lila? Oh nee, lila is paars. Ja. Oh, ik was vergeten, maakt niet uit. Gewoon groen. Hou van groen. Groen. En deze nog die andere groene shirtje erbij. Ja, hele goed materiaal. Ja, allebei voor tientje. Hele top, top. Ja. Zo blauw en blauw, groen en groen. En nog deze polo van H&M. Zwarte polootje van H&M. Is altijd heel handig natuurlijk, een zwarte polootje. En ik heb deze grijze broek. De Straight, de D98. Van de Stradivarius. Lichtgrijs. En hoe duur was die? 30 euro? Mooi DS. 30 euro. Zo. Deze. Die heb jij echt veel gekocht, zie ik nu inderdaad. Is die van jou? Ja. Ik heb nog een andere shirtje gekocht. Bij de Jack & Jones. Heel leuk, met een leuke achterkant.
Het is heel erg in de mode nu. En daar hadden ze zo'n combi deal. Dus twee shirtjes voor een bepaalde prijs. Ja. En die hoort er ook nog bij. Deze soorten. Dat is een leuke achterkant. Ook van de Jack & Jones. Ook van de Jack & Jones. En bij de Zara hadden ze natuurlijk ook sale. Maar daar konden we eigenlijk niet heel veel vinden. Bij de Zara worden natuurlijk wel wat ze verkopen. Bij de sale zijn toch de dingen die niemand koopt juist. Ik heb dus een blauwe shirtje gekocht. Voor de zomer natuurlijk. Oversize. Heel leuk. Heel leuk. Ja, très bien. Zo leuk. Très bien. En deze nog? Nog meer. Ja, je laatste ding. En dit is een oversize pantalon. Breed. Natuurlijk voor de zomer. Is een beetje linnenachtig materiaal. Zowel ook heel erg lekker. Zo lekker fris. Ja, en ik had deze nog gekocht. Bij Pink Jella had nog een nieuwe kleur. Namelijk Bubblegum Pink 212. Die. Ik dacht, als ik mijn nagels ga doen voor vakantie, ga ik die kleur proberen. Dan hebben ze een grote doos gekregen. Ja, dat krijg je er gewoon bij. Okay. Dan kan ik die nagellakjes erin doen. Ja, en ik had dus deze gekocht voor jou toen. Maar die had hij al. Maar hij is wel heel leuk. Dus ik ga het even laten zien. Ook van de Zara mannenafdeling. Was nu ook in de sale. Maar deze had ik al gekocht. Zo. Ja, dus ik had hem meegenomen. Maar dat had niet gehoeven. Leuk. Helemaal leuk. Ja? Zullen we even een thumbnail maken? Dan word je misschien beter gekeken.